Wat hadden we hier nog meer kunnen krijgen? Nou komen we ineens een fucking Groudon tegen of zo. Kabuto, kijk, dat was nou power geweest. Maar nee hoor, wij krijgen weer zo'n sexy doen. Hallo mensen van GamersB, welkom bij je gloed. Nieuwe aflevering van Pokémon Diamond Randomizer Nuzlocke. Ja, we gaan weer verder. En ik was trouwens heel eventjes gauw. Ik heb, voordat ik hier naar de Pokécentrum toe liep, moest ik hier doorheen lopen. En toen zag ik dit. Ik zal je even een clipje laten zien van wat ik zag. Ik weet niet. Oké, ik denk dat gewoon is van dat hij groter wordt of zo. Ik heb geen idee. Ik heb oprecht geen idee. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Help me. Nee. Oké, wat is er met deze gast? Deze gast. Oh, yo, check me. Ik ben heel klump, yo. Cool, man. Cool. Echt geweldig. Hebben we tegen deze man al gevochten? Vast niet. Ik zou vast... oh ja, ik ging encounters. Ik weet het nog. Vorige keer hebben we ook de vierde gym badge gekregen. Als ik het goed kan herinneren. Ja, dus dat is op zich een positief iets. Hier zijn een paar mensjes waar we tegen kunnen vechten. We hebben eigenlijk ook nodig experience tegen. Want stel je voor, dit kleine meisje heeft ineens een fucking Rayquaza of Mewtwo. Zij lijkt zo op Quartara trouwens. Maar, oké, zij heeft een Figaro. Maar stel je voor, die heeft ineens een Rayquaza of een Mewtwo. Met Dragon Rage of zo, of een andere sterke aanval. Dan ben ik fuck niet Dragon Rage trouwens, want die doet gewoon 40 HP damage. Dus, ja. Dus we moeten eigenlijk wel even trainen. En ja, het is wel kut, want wij zijn... heel toevallig precies hetzelfde level als die Vigoroth. Dat is balen. Dat is oprecht balen, want misschien had ik moeten trainen. Ah, nee joh. Trainen is voor watjes. Is het voor watjes? Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Of ik hoop het wel. Dan doe ik het goed. Ik hoop dat we het niet nodig hebben. Maar misschien ook wel. Oké, dit is op zich nog goed. Ik bedoel, we leven nog. Dat is een ding in het leven. Ja. Critical hit. Nice gedaan, Boner. Ik mag jou wel. Ik hou van je. Wow, nu wordt het wel ineens heel raar en zo. Ja. Ja, oké. Nou, daar moet het mee doen, denk ik. Ik hou van iets wat niet eens bestaat. Hoorde ik net. Ik kom er net achter, hoor. Ik bedoel, ja, ik weet ook niet waarom. Oké, let's fight this bro. Ondanks dat hij wel een beetje klein is, maar hè. We gaan hem gewoon vechten, want... Zo hoort het. Rich Girl Liliana. Oh. Ik heb zo net zijn geslacht verkeerd gedaan. Ja, precies dat. Nu denk je vast, Sander. Wat? Waar ben je mee bezig? Ik wou zeggen, assume gender, weet je wel. Zo van, did you just assume my gender? Oh shit, dat is super vet. Oh, laat maar. Ik wou zeggen, oh shit, dat is super effectief. Maar doet maar 2 damage. Dat is... echt bijna niks. Dat is zeg maar 2 meer dan niks. Dus oh, hij doet wel best veel, zo van vaak zeg maar. Maar het kan maar maximaal 5. Dus dat is een soort van positief iets of zo. Ja, ik vind van wel. Ik vind het positief. Zolang ik het positief vind. Vindt jij het hopelijk ook positief? Vind jij het positief? Doe dan een duimpje omhoog. Doei. Nee, ga niet weg trouwens. Ik bedoel, ik mag jou wel. Jij mag mij wel. Dan is het allemaal goed. Een Nuzleaf. Oké. Dat is een Dark type. Dus dan kunnen we... Hadden we dit beter niet kunnen doen. Maar we hebben ook... ijs. En dat is super effectief tegen gras. Dus dat scheelt weer. Oké. Dan gaat Isabella een leveltje omhoog. Isabella... Ja, die is wel echt... echt best sterk. Want die is niet eens onze hoogste level. Maar toch... ja, heb ik het gevoel alsof zij heel sterk is. Dus ja... Oké, nu gaan we onze bonen. Hebben we nou alleen maar vrouwtjes in ons team? Wacht even hoor. Oh nee, we hebben... Tuurlijk niet. We hebben True Green 7 en Sean. En dat zijn alle 2 mannetjes. En zelfs Lucky is een mannetje. Oké, nou. Laten we Boomerang doen. Dat is super effective. Dat is goed. Dus... Oh, ik heb de hik. Dat is niet handig. Tip, als je video's opneemt... Heb niet de hik. Dat is niet handig. Wat nog meer handig is, als je video's opneemt, is je mic aan hebben staan.
En wat nog meer handig is opnemen. Dat zijn dingen die mij wel vaker gebeurd zijn dat ik die gewoon niet gedaan had. En nu elke keer als ik eventjes bang ben van, oh wacht, neem ik wel op? Dan kijk ik naar ja, ik heb zo'n kastje zitten, zeg maar. En daar staat een rood of groen lichtje. Als hij aan is, is hij groen. Als hij uit is, is hij rood. En dan zo weet ik of mijn mic aan staat. Ja, dus als ik helemaal gek word van, oh shit, heb ik het wel gedaan? Dan kijk ik daar naartoe en dan zie ik, oh, ik heb het wel gedaan. Of, oh, ik heb het niet gedaan. En dan start ik of de aflevering opnieuw op, of niet. Ja, en niet opnemen heb ik ook wel eens gedaan. Dat ik gewoon dacht dat ik zat op te nemen, maar dat ik per ongeluk dubbel klikte, weet je wel, bij OBS en dan opname opstarten. Eigenlijk heb ik dat alleen maar gehad bij OBS. Ik heb dat nooit gehad bij Fraps, want daar druk je gewoon F9 in en F10. Nee, dan druk je F9 ook weer in om hem uit te zetten. Dus, nou, ja, dan was ik toen misschien verstandig of zo. Ik heb geen idee. Maar oké, dit is allemaal niet heel erg belangrijk. Behalve deze Pokéball, die vind ik redelijk belangrijk. Wat zit erin? Het is een Choice Band. Oh, die is best goed volgens mij. Die is best goed. Oké, dan moeten we eentje hebben. Volgens mij de Choice Band is dat je het. Ja, dan kun je maar één move, maar die move wordt wel sterker. Dus dan moet je eigenlijk kijken voor een. Wacht even, dan moeten we eigenlijk even bij Pokémon kijken. En een move die eigenlijk. Dat het zo logisch is dat je die move doet, zeg maar. Omdat die zoveel sterker is dan elke andere move. Oké, we kunnen hier hebben doen. Maar dat is niet logisch. Of we kunnen hier hem de Choice Band geven. Maar. Ja, deze zijn ook gewoon best sterk. Alleen die hebben niet zoveel accuracy. Dus ik denk niet dat het handig is. Nou, hij heeft niet zo'n hele goede moveset. Dus. Ja. We kunnen dit doen. En dan. Op zich, bij Milka kan het nog wel. Lucky. Nee, dat is ook niet handig. Want hij heeft te veel variërende moves. Dus dan is het veel handiger om. Ja, hij ook. Ja, ik denk dat het het handigste is voor nu. Op Milka. Waarom heeft deze nog steeds XP share als zij één level hoger is dan Sean en Boner? Ja, precies. Oh shit, nu geef ik hem de Choice Band. Item take. Item give. En dan de XP share. Ja, en dan geven we hem. Nee. Geven we Milka de Choice Band. Oké, ik heb trouwens helemaal geen team recap gedaan. Dat deed ik anders altijd wel. Maar nu was ik gewoon lui of zo. En dacht ik, ah, fuck it, YOLO. Nee, ik weet eigenlijk helemaal niet. Ik heb het gewoon niet gedaan. Ja. Kan ik daar wat aan doen? Ja, daar had ik wat aan kunnen doen. Ik kan er nu nog steeds wat aan doen. Maar dat is niet echt logisch of zo. Oh, hey, hoe gaat-ie? Oké, hij heeft het over de Pokédex. Oké, het is niks belangrijks. Hij zegt gewoon wat over de Pokédex. En that's it. Waarom is hier een bed? Is dit zo'n bed waar je in kunt? Dat je dan hield? Nee. Dat heb je wel in. Of dat is in Heart Gold en Soul Silver. Dat je in zo'n bed kan. En dat hij dan vraagt. Do you like to rest? En dan. Jee man, leuk. Deze. Hier kun. Dit is. Trouwens, als ik. Hier kun je volgens mij heel goed trainen. Want dit zijn allemaal trainers. Met Pokémons. Dus dat is wel een goede plek om te trainen. Hier kunnen we sowieso niet langs. Dat is Sunny Shore City. Dat is waar de laatste gym, de elektrische type gym, zit. Dus ja, hè, dan hoeven we daar niet naartoe. Nou, oké. Dus nu kunnen we wel. Oh, een pokeball. Wat zit erin? Wat zit er in een masterbal? Nee, geen masterbal, Sander. Tuurlijk niet. Hoe durf je dat te denken? Ja, ik weet het ook niet. Kunnen we hier een encounter? Ik wil wel eerst even kijken. Shit. Ik wou kijken of het hetzelfde was. Een Zigzagoon. Nee. Serieus? Serieus? Oké, ik ga hem wel vangen. Nee, ik ga hem ook gewoon niet vangen. Waar ben ik mee bezig? Ik bedoel, fucking Zigzagoon. Echt. Ah. Nou, dit was wel. Ik wou nog helemaal zo doen. Want misschien kan ik hier Pokémon vangen. Maar nee hoor. Ah, wat heb ik een hekel aan je. Waarom krijgen we deze shit? Echt, oh, hij is ook nog niet dood. Oké, nu kan ik hem wel vangen. Oké, ja. Vooruit dan. Ja, maar wil ik hier een Pokéball? De enige Pokéball die ik heb. Aan verkloten.
Nee, dat wil ik niet. Nee, Rock, Smash en dood. Ik krijg nog liever experience van dit beest dan dat ik dat beest krijg. Zo, misschien is het ook gewoon niet... Oké, het was wel... Wat hadden we hier nog meer kunnen krijgen? En dan komen we ineens een fucking Groudon tegen of zo. Kabuto, kijk, dat was nou power geweest. Maar nee hoor, wij krijgen weer zo'n Zigzagoon. Ja, nou, nee, ik ben er niet blij mee. Misschien had je dat door. Maar, weer zo'n... Ik haat hem. Vanaf nu heb ik een hekel aan Zigzagoons. God op. Nee, serieus, ik mag jullie niet meer. Ik heb nooit echt een hekel gehad aan Zigzagoon. Raad eens, nu wel. Ja, ik heb ineens een hekel. Zo kun je heel makkelijk een hekel aan Pokémon krijgen, schijnbaar. Ik bedoel, ik ben er net achter gekomen dat het kan. En het werkt. Het werkt. Het werkt echt. Oké. Wat? Waarom wou deze gast niet vechten? Of ging ik er gewoon heel sneaky op het juiste moment langs? Ik denk dat het was. Ik bleef ook echt even stil. Zo van Zander, waarom? Ja, oké, een Lunatone. Nou, kijk, dat is wel nice. We hebben Bite en Watergun. Dan weet ik niet welke sterk is, maar we doen Bite. Ja, want ze zijn allemaal alle twee namelijk super effective. Ik denk dat het wel slim was om Bite te doen, inderdaad, want daarmee kun je ook nog iemand flinchen. En met Watergun heb je geen stat changes of zo. Nee, ik wil geen Protect. Ik haat Protect, voor de mensen die het willen weten. Ik vind dat een van de meest domme moves die er bestaan. Die er bestaat, bedoel ik. Bestaan is meervoud, dus dat zou een beetje raar zijn dat ik dat... Ja, nee, het is gewoon niet logisch, Sander. Heb wel eventjes goed Nederlands. Ik heb dan nog wel vrij voor school, maar ja, ik moet wel even gewoon normaal Nederlands praten. Denk je nu van, Sander, ben je nu nog steeds vrij? Ja, nog steeds. Ja, ik heb ook een lange vakantie. Maar ik kan het uitleggen. Ja, ik heb gewoon... Ik zit in het noorden van het land. Dus die had sowieso al... Eigenlijk... De meeste mensen die ik ken... Die begonnen maandag weer, zeg maar. Ik neem het op dinsdag op. Alleen schijnbaar Noorderpoort niet. Dus, jee. Denk ik. Ja. Ik vind het niet erg of zo, hoor. Ik bedoel... Ik vermaak me wel. Ik bedoel, ik heb Portal. Ik heb YouTube. Ja... Met die twee dingen vermaak ik me wel. Nou, en als ik echt niks te doen heb... Ja, hebben we nu twee nest... Oh nee, die andere was een netbal. Oké, ja, sorry. Ik verwar mezelf. Sander is confused. It hit itself in confusion. Oh, Sander, wat ben je grappig. Fresh water, dat is wel nice. Dat we die gewoon gratis krijgen. Daar doe ik het voor. Nee, dat doe... Ja, wat doe ik ervoor? Gewoon daar naartoe lopen? Ja, deed ik het eigenlijk wel voor. Ja, ik bedoel, als het nou een X-Attack of X-Accuracy was geweest, deed ik het ook voor, want die kun je natuurlijk weer verkopen. Dus ja, heb ik eigenlijk nog van die X-dingen, want dat kan ik, zoals ik net zei, best makkelijk verkopen. Oké, deze gast is... Nee, waarom zet ik Lucky in? Op een of andere manier dacht ik dat Cubone was. Ik weet niet waarom. Waarom dacht ik... Of Marowak, waarom zei ik Cubone? Ik ben echt... Mijn brein werkt echt niet normaal. Ik bedoel... Ja, doe maar Boomerang. Want Boomerang is trouwens... Het is een 1-hit KO. Nice. Niet eens 2 hits nodig. Nee joh. Gewoon 1-hit KO. Fuck it, YOLO. Nu moeten we eventjes kijken. Daar zit ook nog een man. Ik weet niet of die ook echt wil vechten. Kunnen dat altijd kijken. Ik bedoel, je weet het niet dat je het niet probeert. Zeg ik altijd, maar dat zeg ik niet altijd. Ik zeg ook heel veel andere dingen. Jullie wisten ook wel dat ik dat niet altijd zeg. Want altijd zeg vet vaak. Dan denk je nu zo van Sander. Huh? Ja, altijd zeg vet vaak. Ik bedoel, als jij altijd zegt, dan geloof ik je eigenlijk al niet. Want of, als jij altijd of nooit zegt, dat is onmogelijk haast. Dat is haast onmogelijk. Ik bedoel, ja oké, als jij zegt, yo, ik ben nog nooit naar de Efteling geweest. Dan geloof ik je misschien wel, maar... Spinnerack, oké. Hey, het is Asteroid. En veel mensen zullen deze referentie niet snappen. Maar ik wel. Ha,
Moehaha. Ja, het is een YouTuber. En zijn bijnaam is Spider. Dus vandaar. Het is een Engelse, dus waarschijnlijk kennen jullie hem niet. Hij heeft 15k abonnees, dus het kan wel dat je hem kent. Maar ik denk het niet, omdat ik heb maar 200. Dus het zou heel toevallig zijn als precies één iemand van degene die de video kijkt, die dat, ja, weet. Deze is Flying and Normal. Dus dan kan ik het best met Isabella in, bedoel ik. En dan doe ik een Icewind en dan is hij gewoon helemaal kapot. Helemaal kapot, die Doduo. Ja, Doduo is... is dat niet gebaseerd op een dodo? Ja, ik weet niet veel over dodo's en zo. Maar volgens mij zijn ze uitgestorven. Want ik heb ze nooit meer gezien. Ja, oké. Leuk man. Nou, nu doen we even Rock Smash en dan... Wow, leer. Oh nee, nu ben ik heel bang voor deze Skorupi. Wat? Oh, Skorupi is misschien bug. Dan kunnen we misschien toch best met Isabella in. Yay. Hoera voor mijn domheid. Ja, zie, hij is bug. Ik denk altijd dat Skorupi bug is, maar... Bug Poison. Of Dark Poison, maar... Drapion, die is Dark Poison. En Skorupi nog niet. Skorupi is bug om een of andere reden. Ik bedoel, ik had het wel logisch gevonden als... of Drapion bug was. Of Skorupi Dark. En zeg maar niet dat je precies omdraait, maar gewoon dat het verschilt, zeg maar. Oké, we moeten nu inzetten. Ik kan True Green 7 doen. Ik kan het ook niet doen. Fuck it, ik doe gewoon True Green 7. Want waarom niet? Weet je, ja, ik bedoel, het is super effective. Ik weet dat ik moet de rest trainen, maar... Hè? Oh, doe ik leer. Oh, waarom doe ik dat? Waarom, Sander? Waarom doe je dat? Ja, ik weet het ook niet. Het is Patrick Ster. Nee, het is eigenlijk helemaal niet Patrick Ster. Als... Zou zijn shiny roze zijn? Waarom ook oranje zeggen? Als zijn shiny roze is, dan is het sowieso een referentie naar SpongeBob SquarePants. Ja, dat moest even gezegd worden, denk ik. Ja, ja, vind ik ook, Sander. Laten we eventjes de XP share aan Boner geven. Ja, dat lijkt me wel slim. Oké, we hebben op zich al redelijk... ja, meer XP. Of, nou ja, ja, levels ook dan. Dus, indirect. Maar, ja, ik bedoelde eigenlijk levels. Terwijl, ik zei XP. Dus, ja, dat was misschien niet zo handig. Maar, het komt allemaal wel weer goed. Boomerang, hoeveel doet dat? Het is niet super effective, dat had ik kunnen weten. Oh, het is wel super... Waarom is Ground super effective tegen Rock? Dat vind ik niet logisch. En hij is ook niet part gras, dat weet ik, want... Dat dacht ik heel lang. En, maar het is gebaseerd op een bepaalde boom. En dat is, zeg maar, eigenlijk meer... Daar zitten geen bladeren aan. Dus dan is het wel logisch dat gras weggaat. Ondanks dat het wel een plant is. Maar gras is anders dan een plant. Dus misschien is dat het. Headbutt, laten we dat maar doen dan. Hé, als we toch iets moeten doen, dan doen we wel headbutt. Ja. Oké, Raindance. Yo, hey, ik heb geen tijd voor je regen. Want ik moet al naar je plegen. Ik heb geen idee. Want ik moet een moord plegen. Oh, dat is zo niet kindvriendelijk. Daar gaan mijn advertenties. Gelukkig had ik die ook niet. Dat scheelt. Ja, ik heb sowieso geen inkomsten. Dus dat is wel fijn dat dat in ieder geval niets verandert. Oké, het is Persian. Wow. Of het is Turtwig. Ik zei Persian omdat aan mijn kant Persian staat. Leuk feitje. Ik vind Persian een van de leukste normal type Pokémon. Ondanks dat ik Snorlax en zo ook wel vet vind. Maar als ik moest kiezen, ik hou natuurlijk gewoon van kat Pokémon. Dat ik van katten hou. Dus is mijn kat hier achter op bed? Nee. Meestal ligt mijn kat achter. Of een van mijn katten achter op bed. Dat is de kat die in mijn bannen staat. Van Twitter. En dan helemaal links, zeg maar. Die kat. Die ligt meestal bij mij op bed. Dus dat, ja. En dat is de kat waar ik het nu zeg maar over had. Ik heb geen idee wie. Dus ik ga gewoon. Oké. Misschien. Oh, hij heeft Faint Attack. Dus dan ga ik gewoon feinten. Dan. Yo, cool man. Hij is Psychic, toch? Ja, oké. Slowpoke is ook op Psychic. Dat dacht ik ook al. Maar je weet het maar nooit, hè. Ik bedoel, ik heb het wel vaker fout. Dus laten we eventjes...
Don't disable my faint attack. Dan doen we Rock Smash, denk ik. Ik vind het wel raar dat Rock Smash eigenlijk fighting is. Want als je een Rock type bent, dan kun je rocks toch ook breken. Ik bedoel, aan de andere kant, als ik twee stenen keihard tegen elkaar aangooi, weet ik niet of ze stuk gaan van elkaar. Maar ja, misschien wel. Misschien wel. Wie weet. Oké, breakable. Rock. Rock it. Of een smasher bedoel ik. Oh, ik zag laatst zo'n grappige tweet. Het was over Super Smash Bros. Brawl. Of nee, gewoon Super Smash Bros. Dat is de serie. En dus was een reclame. En daar liep gewoon Mario, Yoshi, wie nog meer? Pikachu en nou ja, nog iemand. Vast Link of zo. Van Zelda. Maar oké, die liepen daar dus. En ineens ging Mario Yoshi schoppen. Dus toen was er zo'n tweet en zo van: oh ja, Super Smash Bros. Brawl begon allemaal omdat Mario zo nodig Yoshi moet schoppen. En daar moest ik wel om lachen, want dat vond ik een goede tweet. Dus nu elke keer als ik Mario en Yoshi zie, dan moet ik denken aan dat ze een dikke fitty hebben en elkaar in elkaar slaan. Alleen omdat Mario begon met te schoppen. Ja. En dan ook ineens begint iedereen in Nintendo Land zich ermee te bemoeien. Tuurlijk, dat doe ik ook altijd. Ik bedoel, als één iemand ruzie heeft met Armo was Rai, dan ga ik er ook altijd tegen in. En dat is niet waar. Dus dat was een grapje. Maar ja, we kunnen. Gaan we nog eventjes door? Dat ziet u nu. Ik wou zeggen, dat ziet u in de volgende aflevering. Maar dan weet je het antwoord toch ook al. Dus weet je wat? Deze gast hebben we al verslagen. Volgens mij verder hebben we hier nog niemand verslagen. Dus dat gaan we nog even doen en dan sluit ik de aflevering af. Weet je, ik bedoel, die twee mensen die we nog moeten verslaan, dat kan er nog wel bij, toch? Of heb je haast? Zet hem dan gewoon op twee keer speed. Ik bedoel, weet je, ik vind het fijn dat je mijn video's kijkt, maar dan mag je hem ook gewoon op twee keer speed zetten. Dan kijk je hem wel af, maar dan heb je wel tijd ingehaald. Ja, dat heb ik liever dan mensen die het gewoon helemaal niet kijken. Die gewoon niet eens de moeite doen. Ja, Rock Smash. En bam, Binary is nog niet dood, maar wel een twee keer. Dus dat vind ik redelijk. Oh, Binary is gefrustreerd. Oeh. Dat, deed meer damage dan ik ooit had durven dromen. Wow. Shelder. Ik blijf gewoon met Lucky in, want Ice en Fighting is goed tegen Ice, weet ik. Protect. Dit is de reden waarom ik Protect haat. Protect, het heeft geen nut, want er is geen sneeuw, er is geen poison, er is geen burn, er is geen weet ik veel wat in het spel. Sandstorm, dus het is niet logisch. Waarom zou je dat doen? Je direct dat alleen maar. Het is gewoon, ik kan er gewoon slecht tegen. Dingen dat geen nut heeft, kan ik slecht tegen, behalve Splash. Want Splash is gewoon, dat zegt dat het geen nut heeft, dus dan vind ik het logisch of zo, maar Protect vind ik niet logisch. Rollout. Zij heeft wel de choice band, dus nu moet ik steeds rollout blijven doen, zelfs als hij mist nu. Mijn stem besluit ermee te stoppen, zoals je misschien wel hoort. Tenminste, ik hoorde het zo net wel een beetje. Mijn stem die deed een beetje raar, maar hè, een beetje raar is oké. Ik zit te denken, want we moeten nu per se rollout doen, maar hij is sterker aan het worden, dus dat geeft niet. Oh, ik dacht dat ik was executor. Maar het is schijnbaar execute. Ja, ik zei dat heel raar. Omdat ik stopte, klonk het heel raar. Execute. Ja, dus, ik wou. Ja, ik maak zo vaak fouten, joh. Echt. Ik word er gek van, joh. Hé, Joey is verslagen. Jee, leuk man. Back. Laten we. Nee, ik wou helemaal niet naar back. Ik wou naar Pokémon. En ik wou die XP share van Bona afpakken. Het lijkt me niet slim om Lucky voorop te doen. Maar wel, kan wel. Kan wel. Ah, fuck it. Hij gaat toch niet dood. Niet als we hem gaan healen. En dat ga ik nu doen. Dus ja, hij gaat niet dood. Oké, man. Come and fight with me. Oké, er is daar nog eentje. Dus correctie. Het zijn er drie. Misschien zijn het er nu ook nog wel drie, hoor. Misschien zijn er wel meer trainers. Ik weet niet precies hoeveel trainers hier staan. Ik denk dat er nog wel één moeten dan. Als daar ook al een trainer staat, hè,
Faint Attack doe ik dan wel, want dat is dan super effective, denk ik. Ja, dus nice. Rock Throw, ja, dat doet niet zo heel veel. Zie, op zich gaat het best lekker, ondanks dat we best underleveled zijn. Maar ja, weet je, het gaat best oké. Hypnosis, nee, don't tell me to sleep. Don't sing me to sleep. Hoe werkt hypnose? Ja, dat werkt niet met zingen. Sing, dan slaap je iemand to sleep. Maar met hypnose, ja, dat doe je gewoon van, yo, jij valt nu in een diepe, diepe slaap. En dan, yo, cool man. Ik wou bijna milk drink drukken. Dat is niet handig als je Joyce Band hebt ingesteld. Tip, doe dat nooit. Ja, nee, oprecht. Dat lijkt me niet echt handig. Wat? Welke move? Taunt. Nee. Dat is een move dat je... Ja, dan mogen ze alleen attacking moves gebruiken. Dat kan wel goed zijn. Als jij nou taunt en rage hebt, dan is best nice. Ik denk dat ik nu ga switchen naar Lucky, want die heeft zo'n fighting type move, weet je wel? Dat heet Rock Smash. Ja. Alleen, wat ik ook niet snap is, Rock Smash... werkt op iedereen, terwijl, wat? Het is toch geen rock, of wel dan? Raticate is geen rock. Domme kat dat je bent. Nee, ik hou van je, Lucky. Sorry, het spijt me. Ik zal het nooit meer doen. Ah, nee, Sucker Punch, nee. Oké, die is dood. Die is knock-out, zoals ze dat heel mooi zeggen in het Nederlands. Eigenlijk zeggen ze dat niet alleen in het Nederlands, maar dat boeit me geen fuck. Oké, we gaan nog één keer Milka, want dan gaat die ook een level omhoog. Alhoewel... een Mindhelm, ik denk niet dat hij daar een level omhoog van gaat. Laten we Body Slam doen. Ik denk dat dat meer nut heeft dan Rollout, zie? Ik zei het. Nou ja, misschien had Rollout ook wel One Hit KO, maar... hè, ik doe de moeite niet eens. Ik ga de moeite niet eens doen voor jullie. Nee, sorry, het spijt me. Ik heb laatst al de moeite gedaan. Ik heb laatst al die clickbait titel... neergezet dat het clickbait was. Voor de mensen die het willen weten, het was de video van dinsdag. De professor deed de video bij een Game of Thrones rant. Het enige wat ik zei is dat ik het niet keek. En dat ik alleen goede series keek. Alleen dat kun je natuurlijk opvatten als... oh, wat? Hij vindt dus Game of Thrones niet leuk. Maar toen zei ik later van... dat betekent niet dat ik alle goede series kijk. Of dat ik alleen maar alle slechte series niet kijk. Daar kwam het op neer, weet je wel. Dus dat was het. That's it. Ja. Dus eigenlijk was het helemaal geen rant. Maar toen... Ja, dat moest gezegd worden. En ik bedenk me net... dat deed best wel veel damage. Holy damn. Rain Dance. Oh. Had dat eerder gezegd dat je dat ging doen... dan had ik niet eens in de stress gezeten. Van, oh nee, wat straks gaat het fout. Dat. Dus oké, 2-7 is... geen level mo, maar dat had ik ook wel verwacht. Oké, er is nog één gast, denk ik. Ik denk dat hierna geen gast meer is. Maar die gaan we ook nog wel even verslaan. En, hey, het was you. Ja, ik was het. Nee, joh. Had je dat nu echt niet door? Oké. Hier is een psychic type wel handig. Alleen, we hebben niemand die een psychic kan doen. Dus dan moeten we flying. We hebben ook niemand die flying type moves heeft. Wat is er nog meer goed tegen fighting? Ik heb geen idee. Nou, Omnius Wind is misschien een beetje dom. Oké, een Luxio. Dan had ik misschien beter Cubone in kunnen zetten. Maar ja, ik wist niet dat hij zou gaan withdrawn. Hè? Dus dat. Oké. Laten we nog een keer Icy Wind doen. En dan... is Luxio knockout? Dan hoeven we alleen nog maar die figure off. Dus nee, we gaan niet switchen. Waarom niet? Ik heb geen idee. Ik heb gewoon geen zin in. We kunnen dubbel team doen. Hey, YOLO. Ik doe gewoon. En we hebben verslagen. De figure off is dood. Oké. Nou, en bij deze sluit ik de aflevering af. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet. Vertel even waarom. Zie ik jullie de volgende keer. Laters.